allemaal door naar de academie. Ja, dan natuurlijk heb jij betere resultaten. Dan gaan er minder patiënten maar, dood sorry, in het ziekenhuis. Ik zit zelf niet in de medische wereld. Maar als arts leg je toch een eet af dat jij het maximale doet wat in je vermogen ligt om een patiënt te helpen. Dan ga je toch niet iemand anders ergens naartoe sturen? Als op een gegeven moment, dat vind ik het grote gevaar van dit soort lijstjes. Als die zo belangrijk gaat worden, dan zijn we met lijstjes bezig in plaats van patiënten behandelen. En ik vind dat de consumentenorganisatie zou zich wat dat betreft moeten realiseren wat de bijwerkingen zijn. Want u zegt patiënten worden weggestuurd of niet geholpen dan om maar die lijstjes hoog te houden? Je kan een heel zwaar zieke patiënt hebben. Maar op een gegeven moment de chirurg zegt van nou, ik open. De kans dat hij het haalt is niet groot. Maar ik ga mijn best doen. Ik ga ervoor. Die dokters moeten we houden. En die worden gefrustreerd door dit soort lijstjes. Mevrouw Vogeler? Nee, dat is niet zo. Wat je ook ziet is dat de cijfers die we met artsen, met wetenschappelijke verenigingen proberen te verzamelen, worden gecorrigeerd voor de patiënten die extra risico's lopen. Worden gecorrigeerd naar leeftijden, nee, maar naar complicaties. Wat meneer Krul zegt, is het is al de fase en daarvoor. Dan gebeurt het niet. Ziekenhuizen gaan behandelingen niet uitvoeren of mensen wegsturen om die cijfers te manipuleren. Nee, die correctie die wordt toegepast. Nee, en als artsen inderdaad, hè, er wordt heel veel gesproken over intrinsieke motivatie van artsen. Ik geloof daarin. Ik denk dat artsen op zijn geleid om goed te behandelen. Dan gaan zij die patiënten niet wegsturen. Het is nogmaals nou ja, dat zo. Is wat hier wordt gezegd. Nou, dat zou ik heel ernstig vinden als artsen op dit moment zo denken. Ik denk dat die externe prikkel heel goed kan werken. We hebben het ook zelf gezien in 2006. Toen wij rondom neus- en keelamandelen een onderzoek deden. Waarin de onderste ziekenhuizen natuurlijk zeiden, vinden we het helemaal niet leuk om daar onderaan te hangen. Maar vervolgens op bezoek kwamen en zeiden, wat moet er dan veranderen? En wat je zag was dat op een aantal indicatoren er binnen 9 maanden gewoon een verbetering in het totaal was te zien. Dat is wat er kan gebeuren. Het vreemd verhaal. In de GGZ is het tegenwoordig gewoon gebruik dat hele instellingen alleen maar makkelijke klanten behandelen voor 10 keer. Ik bedoel, dat is de praktijk. Wij als RIAG krijgen van al die instellingen. Sterker nog, tegen mensen met depressie wordt gezegd, wij hebben u 10 keer behandeld, dat mag nou niet meer langer. En wij verwijzen u door naar de achterliggende instellingen. Ja. Dat is aan de orde van de dag. Maar dat is toch ontluisterend om te horen? Ja. Dan krijgen mensen maar heeft dat niet te maken met de wijze van financiering? Of heeft dat te maken dat met de met wijze uw lijstjes te maken? Lijstjes er wordt geselecteerd in type werkzaamheden. Oké, meneer Gerven? Het heeft te maken met het feit dat de zorg steeds meer als een markt wordt gezien en de patiënt steeds meer als een consument, als een product. De zorg als product eigenlijk. Precies, met al die lijstjes. En ik denk dat, we zitten hier ook voor openheid en ook voor kwaliteit. Als we kijken naar het geval van mevrouw Kroot, dan heeft die arts gefaald, zichtbaar. Artsen. Daarna heeft niemand in dat ziekenhuis dat gecorrigeerd. Collega-artsen keken weg. Waar was de directie, waar was de inspectie, waar was het toezicht? En we moeten toe naar een systeem waarbij dus de artsen elkaar weer echt aanpakken en niet wegkijken en dat niet toedekken. Maar het eerste wat u zegt... Dat is niet gebeurd. Dat is wat aan de lopende band nu gebeurt. En dat is het wantrouwen wat zo jammer is. Dat is niet helemaal waar, want er zijn nog heel veel zaken. Hè. We hebben het geval van het Medisch Spectrum Twente bij die falende neuroloog. De orthopeed in Purmerend, in Emmen. Er zijn 50.000 dokters. Meneer Krul, dan wil ik u toch vragen. Hoe kunt u dan, meneer Van Gerven, als ik even hoe kunt u dan dat gevoel weg? Want het gevoel is er gewoon onder patiënten dat de boel in de doofpot wordt gestuurd. Nou, ik denk dat een hele hoop patiënten, achter me zitten ook patiënten, die zeggen dat die dat gevoel niet hebben. Ja, maar er zijn er genoeg die het wel hebben. Meneer Kroot zegt ook van, ik heb gewoon het idee dat ze elkaar de handen boven het hoofd houden. Bij ons was het heel duidelijk. Dat wil ik horen van u. U vindt het niet nodig om dat gevoel bij patiënten weg te halen? De grensvervaging die aan de gang is. Dus de patiënt heeft recht op zijn gevoel. Maar dat wil niet zeggen dat 1-op-1 de politiek met dat gevoel aan de haal gaat. En dat wil niet zeggen dat dat betekent dat de organisatie van de zorg anders moet, omdat iemand een gevoel heeft. Je moet dat gevoel respecteren, maar het is juist het bestuurlijk werk of het professionele werk om daarmee om te gaan. Maar je wilt toch mensen, patiënten ook het goede gevoel geven? Maar je kunt zelfs mensen behandelen met het verkeerde gevoel. Want dat is nu net de politieke kitsch die op dit ogenblik aan de gang is. Dat iedereen, of het nou de Consumentenbond is, of een politieke partij, of een manager die carrière wil maken, of een wethouder die ergens burgemeester is, die kan met elk gevoel in de maatschappij aan de haal gaan. En daarom wordt alsmaar al het waardevolle afgebroken. En daar moeten we mee stoppen.
Nou, het gevoel is goed. En dokters zijn keihard bezig om dat veilige gevoel te creëren. Dat als je in een ziekenhuis komt, dat je veilig weet. En dat kan je zetten omdat je weet dat er in dat ziekenhuis, het management, de dokters, allemaal, dat die er samen voor zorgen om die goede kwaliteit te leveren. Als iedereen in zijn hoofd heeft van, als ik zelf patiënt ben, wil ik dan zo behandeld worden? Als het antwoord daar nee op is, dan moet je het anders gaan doen. Mevrouw Jonker? En dat gebeurt ook. Mevrouw Jonker, ik wil dat het niet gebeurt. Dat is het probleem. Met mijn ouders mee, en die zijn alle twee al bijna 90 jaar. En ik kom heel veel in ziekenhuizen. En wat ik wel meemaak, is dat ik die angst van die arts al proef. Die defensieve houding. Ik ben een keer met mijn vader geweest bij een nefroloog. Mijn vader heeft hoge bloeddruk, maar als die bloeddruk te laag wordt, dan wordt hij duizelig, krijgt hij valneigingen. En direct heb ik een vader met een gebroken heup. Kortom, u zegt het gaat naar hebben. Beide kanten. En die dokter die zei toen tegen mij, ik wil toch die pillen voorschrijven dat uw vaders bloeddruk nog lager wordt. Toen zei ik, dat ben ik helemaal niet mee eens, want direct maar valt wat is het punt dan wat Toen zei zij tegen mij, ik vind dat ik het toch moet doen, want straks zeg ik een tochtzaak van u aan mijn broek, omdat er iets met uw vader gebeurt. En daar heb ik me niet aan mijn richtlijn gehouden. Maar die richtlijn is wel dan gemaakt ga je, voor mensen okay, duidelijk, zonder mevrouw, comorbiditeit maar dan ga je en dus, die jong zijn. Ja, dat is duidelijk uw punt. Dan ga je overbehandelen. Dat is dan ook weer een risico ervan. De valkuil van die transparantie is natuurlijk dat je op een gegeven moment Amerikaanse toestanden krijgt, zoals ik net al zei. En dat je dus heel bang wordt. Hè. In Amerika durft bijna geen enkele gynaecoloog meer verloskunde te doen. Omdat dat is een hele kwetsbare periode. Je geboorte, daar kan er heel veel misgaan. En die zijn echt bang voor alle claims en tuchtzaken die ze aan hun broek kunnen krijgen. Dus dat is een valkuil. Maar van de andere kant denk ik juist dat je dat wantrouwen op een andere manier zou moeten aanpakken. Ook namelijk met lijstjes. En die lijstjes niet zien als absolute getallen zoals Krul zegt. Maar ik denk dat je die gewoon moet zien. En zo wil je ook ze niet zien. Maar als het begin van een gesprek eigenlijk over die cijfers en proberen daar je kwaliteit mee te verbeteren wat er stond. Is dat iets, meneer Mengelberg? Ik ben niet helemaal niet zo'n grote tegenstander van wat de Consumentenbond wil. Ik ben alleen voor het volgende bang. Het verlies uit het oog van de menselijke maat. Er wordt nu weer een nieuw, groot administratief systeem opgeroepen. Net zoals het EPD, het landelijk EPD, wat patiëntendossier wat nu niet doorgaat. Weer zo'n Betuwe-lijn in de zorg. Je hebt de DBC-systematiek. Moet u ook even uitleggen? Ja, dat is ook. Dat komt erop neer dat je als arts voor elke handeling verantwoording moet. Dat moet geregistreerd worden. Dat gaat om iets anders. Dat wil ik graag straks uitleggen. Maar nu gaat het me om het volgende. Er is een groot administratief systeem. Alles wordt vastgelegd, alles wordt verantwoord. Hetzelfde bijna gebeurt geen tijd meer om aan patiënten qua gebouwen, te besteden. Bijna. Fusies van ziekenhuizen. En de gewone menselijke maat wordt uit het oog verloren. En dat vind ik buitengewoon jammer. En ik geloof dat je eigenlijk kunt vaststellen dat daarmee de gezondheidszorg in de afgelopen 20 jaar verslechterd is. En juist dat niet meer in het belang van de patiënt werkt. Precies, met